is 7 uur 's morgens. Het is natuurlijk de fanclubdag. En we hadden gisteren de bingo. In de regio zijn 500 kamers verhuurd. Omdat ze naar me toe komen. Nou, dat vind ik zo speciaal. Dat op zo'n fanclubdag moet je voor de fans dan iets extra's doen. Dus ik ga dit ontbijtje even langsbrengen. Service. Goedemorgen. Ik kom even verder. Roomservice. Ja, snap je wel, hij is niet doorgezet. Goedemorgen. Roomservice. Goedemorgen. Nou, een hele leuke dag. Nou. Hoe is het? Goed. Bea en Angela, we hebben voor jullie een heel lekker ontbijtje gemaakt. Het is lekker vroeg. En wat doe je als je vroeg opstaat? Je neemt een glaasje champagne, want het is de fanclubdag. Ja, goedemorgen. Hoe is het? Prima. Ja? Hoe vonden jullie het gisteren? Is dit echt? Geweldig. Ja? Was blij dat het wintertijd is. Ik ben blij dat het wintertijd is. Ja, dan een uurtje extra, hè, vandaag. Ja, een uurtje extra. Hallo. Ik krijg de dokter niet af. Dat is jullie nog een helemaal niet mee. Kijk, wat heb je? Dit wordt zo tegen jullie gebruikt vandaag. Echt waar? Ja. Vandaag, dus dat gaat de hele dag door. Koffie, thee, croissantjes. Van alles en nog wat. Ik zal netjes uitstellen. Jullie hebben er natuurlijk geen half werk van gemaakt. Koffie, thee, limonade, eitjes. We hebben het allemaal. Kijk. Heb je er ook voor gehad? Ja, ik heb nog. Toch ook nog een paar kamers? 499 kamers die ik langs moet hebben. Dus, valt mee. Pak je tijd. Ja, toch? Jullie maken het extra speciaal. Kijk eens. Ik maak even een foto van mijn bed. Nou. Straks weet iedereen het, hè? Oh nee. Oh jee. Oh jee. Kijk eens, dames. Even proosten. Ja. Ja, komen jullie tussen zitten? Op de proosten. Jullie komen tussen zitten. Ik moet even mijn glazen pakken. Ik kom bij jullie op bed zitten. Oh, geweldig. Nou. Dat had je toch niet gedacht als voor een vroeg, hè? Nou, nee. Ja. Dat is toch echt. Nou, hij is lekker. Ja, zo mijn bed is leeg. Nou, dames. Proost. Wij zeggen. Op een hele leuke fanclubdag. Ja. We gaan nog meer mensen verwennen vandaag. En proost. Ja. Ik neem een klein slokje, dan ben ik weer weg. Ja. Oh. En mijn tanden gepoetst. Nou, het is 7:15. Het is wel een leuke tijd op zondagmorgen trouwens, niet bedenkt.
Ja, gebonk op de deur. En ik denk zoiets van, er zijn meiden hier lopen te klieren. En nog een keer bonken. En ik gooi het licht aan. Ik zeg, volgens mij is dat Marco voor de deur. Ik zeg, maar dat kan helemaal niet. Heel lang stil. Ik ga weer terug. Maar toch was ik nieuwsgierig. Dus toch even kijken. Dus ja, dit is echt een surprise. Dus, nog nooit zo'n echte droom gehad. Ik zou zeggen, ja. Geniet ervan. Ja. Nou, dat gaat vast lukken. Ja, dat gaat vast lukken. Houdoe! Houdoe! Ja.